Het personeel van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, dat vanaf 11 juli in actie was, heeft vandaag het werk hervat. Dat meldt de Algemene Bond van Personeel in dienst van het landsbedrijf Academisch Ziekenhuis Ablas in een persbericht. Dit besluit is vanmorgen genomen tijdens een algemene ledenvergadering. Aanleiding van de actie was het uitblijven van de 25% TWK-middelen die aan het personeel was beloofd. Deze middelen zijn uiteindelijk uitbetaald op 12 juli. Verder meldt de bond dat tijdens de acties wel diensten zijn verleend aan de zieke mens.